Martijn, Erwin en Steffen zijn naast Groningse studenten ook ondernemers. Zij hebben sinds kort een eigen kledinglijn. 25% van de opbrengst gaat naar het goede doel om beschermde diersoorten te redden. Het concept is dat wij kleding maken met bedreigde diersoorten erop. En we willen een stukje verder trekken dan duurzaam ondernemen. Dus wij beloven dan 25% van onze omzet ook te doneren aan het goede doel die zich inzet voor deze bedreigde dieren. Wij steunen op dit moment IUCN Nederland. En zij hebben een landaankoopfonds die in voornamelijk Zuid-Amerika strategisch land aankoopt om de leefgebieden van de dieren te vergroten. Wij zien ook dat er op dit moment voor jongvolwassenen weinig mogelijkheden zijn om echt op een leuke manier geld te doneren of iets goed te doen voor deze wereld. Dus wij zeggen van, we gaan niet simpelweg €50 overmaken. Maar we willen door middel van kleding en door middel van uitstraling hun de mogelijkheid bieden om te doneren aan een goed doel. Alles wat we verdienen, dat gaat terug op het bedrijf in. Dus op dit moment verdienen we niks aan. We zijn als student, dus... Dat is allereerst een duurzaam product. Dat is iets gewoon hogere productiekosten. We laten het hier in Groningen borduren. Het ligt een uur onder de machine. Dat kost gewoon tijd, geld. Daardoor ligt het wat hoger. Maar we willen ook een dure merk zijn. Luxe merk. We hopen in de toekomst ons in het rijtje te zetten met grote merken. En we willen laten zien dat het anders kan. Wij willen niet puur en alleen een merk zijn wat winstgericht is. Alleen we willen ook een merk zijn wat iets terug doet voor de maatschappij.